Vrienden, ben jij er ook zo een? Ja, ik heb het even tegen. De mannen, hè, onder ons. Of jij er ook zo een bent die gewoon helemaal zonder dat je er iets in te zeggen hebt, aangekleed wordt door je vrouw. Ja, en ben jij er ook zo een? Ja, maar dat zeg ik dan ook even tegen de vrouwen onder de volgers. Die dan gewoon haar man gewoon zo aankleedt. Zo van, trek dit maar aan en dat doe je aan. En dat, ja, dat gebeurt, vrienden. In ieder geval, in mijn geval wel. Want Jut, die behoort bij dat soort vrouwen. En ik hoor bij die mannen, ik ben er ook zo een. Ja, ik kijk nou even mee hier. Deze is goed, hier. Deze. Hier, zie je ze? Hier, deze is goed. Ja. Ik moest gewoon mee naar de winkel. Gewoon mee, ga maar mee, huppakee. En ja, trek maar aan. En want dat stond dan mooier en leuker en weet ik veel wat. Ja, dat was het dan. Net als... En dat doe je dan ook gewoon, hè? Dan ben je niet eens jul. Van Jut en Jul, nee, dan ben je zul. Ja, ik, ja. Kijk, en deze broek bijvoorbeeld, zo. Deze broek hier, dit. Ja, die moest ik dan ook aan, hè? Want ja, want die andere broek, die ik had, ja, dat was veel te wijd. En dan was ik een Volendammer en weet ik veel wat allemaal meer. En dan moet je weer mee naar de winkel, ja, en dan moet ik deze dus aan. En dan zeg ik, ja, en dan moet het allemaal smal. En dan moet het met smalle pijpjes en zo. En ik zeg, ja, maar dat moet wel makkelijk zitten. Dus het enige compromis werd dan dat het toch nog een beetje hier, je ziet het hier, een beetje stretch erin zit. Ja, hè. En deze trui, hier dit, dit ding, ja, die kwam gewoon ineens thuis. Gewoon in een doos. Hij zei, ja, trek dit maar aan. Dat is beter dan die vliesdingen die je hebt met zo'n ritje. Dat staat allemaal zo armoeig. En dan deze trui, dat is even wat beter. Nou. En dit ook, dit soort dingen. Ja, die komen ook dan gewoon een keer thuis. Hup, trek maar aan. En dat doe ik dan ook allemaal, hè? Vrienden. Ja, dus daarom vraag ik je. Zijn jullie ook zo? Ben je er ook zo een? Ja, ik denk van wel.